Er zijn heel grote verschillen te zien in kennisinvestering binnen Europa. Uh, Scandinavische landen typisch investeren veel meer dan zeg de Zuid-Europese landen, dan ook de nieuwe lidstaten evidenterwijs. Maar je ziet dat dus met betrekking tot die nieuwe 3%-norm, die enkel betrekking heeft over wat de overheid zelf onder haar eigen beheer heeft. daar zie je dat alle Europese landen daar ver onder zitten. Met de 3%-norm, die dus de norm is van 3% van het bruto binnenlands product investeren in kennis, een norm die afgesproken was in Barcelona als onderdeel van de zogenaamde Lissabon-strategie, nu 10 jaar oud, daar is niets mis mee. Het is alleen zo dat de verdeling van die 3%, 2% private sector, 1% publieke sector, dat die verdeling de hoofdverantwoordelijkheid legt bij de private sector. En dat ja, als een soort van overheidsnorm of een norm die overheden of Europese regeringsleiders zichzelf opleggen, dat die natuurlijk niet echt politiek zeer sterk geloofwaardig is. Want wat doet men? Men probeert dus via belastingsvoordelen private onderzoeksactiviteiten aan te trekken. Frankrijk is daarvan het meest extreme voorbeeld. Ik ken nu een soort van, wat we noemen een tax credit regime voor onderzoek en ontwikkelingsuitgaven. Dat zeer... Positief is of zeer voordelig is voor bedrijven. Dat betekent bijvoorbeeld op dit ogenblik dat de personeelskosten van een onderzoeker in Frankrijk zo'n 40 à 50 procent lager liggen dan in Duitsland en ongeveer toch al een derde dan in Nederland. Nou, kijk je naar onderzoekslaboratoria van een aantal grote Nederlandse bedrijven, dan is het vrij evident. ...dat die zitten te twijfelen of ze verder gaan uitbreiden in Nederland... ...of zelfs in het extreme geval, of ze niet beter aan de andere kant... ...een beetje verder dan in dit geval, naar Frankrijk zouden verhuizen. Philips heeft ook zijn Akense onderzoekslaboratorium gesloten... ...of is dat van plan dan toch, en dat over te brengen naar Eindhoven. Nou, opnieuw zou het mij niet verwonden als daarachter toch wel redenen zitten... ...van verschillen tussen lidstaten in belastingsvoordelen... ...op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. En als je kijkt naar de realiteit van vandaag, tien jaar later, want de hele afspraak was dat dit over tien jaar zou lopen, dan zitten we daar ver van. Dan zitten we ongeveer op 1%, dus de helft. En is er in feite niets veranderd sinds 2000. Maar in elk geval is het de verantwoordelijkheid van overheden om ervoor te zorgen dat in 2020 je zit aan die 2% van je bbp geïnvesteerd in hoger onderwijs. Samen zie je dan dat die 3%, die nieuwe 3%. Een norm is waar geen enkel Europees land op dit ogenblik aan voldoet. En wel een norm is waar de Verenigde Staten, Korea, Canada en andere landen, andere welvarende landen wel degelijk aan voldoen. Kortom, het is een goede norm die aangeeft wat de zwakte is van Europa met betrekking tot zijn kennisinvesteringen, die politiek ook logisch lijkt en ook haalbaar lijkt, en waar je de regering kunt ook ter verantwoording op roepen, afroepen binnen 15 jaar, wat dan ook. En die wat mij betreft implementeerbaar kan zijn op een niveau bijvoorbeeld van Europa. Met verschillen uiteraard tussen verschillende lidstaten afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau.